mij niet te bond maken. Ik heb hier dus allerlei verschillende kerstballen. Deze was €5,95. Vind ik eigenlijk echt heel goedkoop als ik erover nadenk. Hallo allemaal, super leuk jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal Larissa Bruin. Daar maak ik ook heel vaak video's, ook over Action en ook heel veel shoplogs. En vandaag heb ik voor jullie ook weer een hele leuke shoplog. Namelijk een shoplog met betrekking tot kerstdecoratie. En bij kerstdecoratie denk ik zelf altijd allereerst aan kerstballen. En als we mijn kerstboom kijken, dan zien we ook dat er nogal wat extra ballen bij mogen. Dus daar ga ik vooral wel naar kijken. Maar ik ben ook wel heel benieuwd wat ik nog meer allemaal in de winkel kan vinden. Dus laat ik jullie eerst meenemen naar de winkel. Nou, aan kerstballen geen gebrek. Hier een set roze. Rood met goud. En ik denk dat dit de luxueuzere kerstballen zijn. Ze zijn vooral wat groter. 10 centimeter. Oh my god. Maar dan vind ik deze kleintjes eigenlijk nog veel cuter. Alleen heb ik gewoon een grote boom. Dus ik denk dat dit ook meer is voor een kleinere boom. Bij het kerstthema hoort natuurlijk ook de notenkraker. Dus dit soort dingen zijn ook wel heel gaaf. Alleen past dit echt totaal niet in mijn interieur. En voor wie echt gek is op de notenkraker, hebben ze ook nog deze grote poppen. Hilarisch. Oké, ik denk dat ik bij deze de echte kerstafdeling heb gevonden. Hier hangen echt heel veel hangertjes. En hier zijn ook nog veel meer kerstballen. Kijk, deze zijn toch echt te leuk. Wat een gezelligheid. Ook wel leuk, hier staat dus van alles waarmee je je eigen kerstballen kunt maken. Dus voor wie zin heeft in een DIY, dit is ook een optie. Ik zie hier ook nog een hele leuke variatie op de kerstboom. Namelijk een 1,2 meter kerstboom, eigenlijk vooral bestaande uit licht. Over kerstdecoratie gesproken, misschien wil je jezelf ook in een typisch kerstoutfitje hullen. Dan zijn er ook de geweldige foute kersttruien. Twee overvolle tassen vol met kerstdecoratie. Ik had echt nooit verwacht dat ik zoveel zou vinden. Want ik moet eerlijk zeggen, soms denk ik bij die decoratie ook wel eens van ja, leuk en aardig. Maar het is natuurlijk alleen voor kerst. Dus ik wil eigenlijk ook vooral naar dingen kijken die ook nog wat langer leuk zouden zijn. Dus er zitten ook wat dingen bij die eigenlijk het hele jaar door gebruikt kunnen worden. Maar laten we wel gewoon even beginnen met de kerstballen. Oh mijn god, die zijn hier allemaal in de tas omgevallen. Het is ook geen wonder, ik ben er niet echt een beetje mee omgegaan. Nou, ik heb hier dus allerlei verschillende kerstballen. En volgens mij had ik ze in de winkel ook al een beetje laten zien. Het zijn echt allerlei verschillende soorten. Ik heb binnen mijn kerstboom wel gewoon een soort van thema. Jawel. Eigenlijk meer een kleur waar ik voor gekozen heb. En dat zit allemaal een beetje in het goud. Zilver trouwens ook gewoon. Champagne kleurig en wit. Was het jullie al opgevallen? En verder dus alles wat glittert en glinstert. Überhaupt vind ik dat ook echt bij kerst horen. Ik heb echt gewoon allerlei verschillende soorten weer gehaald. En van deze kerstballen waren deze 99 cent. De kleine kerstballen waren allemaal €1,12. En de grotere kerstballen waren €1,99. Dus dat vind ik ook wel een goede prijs voor een mooie kerstbal. Dan nog wat leuke versiering. Dit is een kerstkransje. Daarin een heel tafereeltje. Een kerstmannetje natuurlijk. En ook een kerstboom. Wat ik vooral leuk vond was dat deze kerstman niet een rode, maar een roze outfit heeft. Dus ik dacht, dat vind ik wel een leuke variatie. En nou ja, deze kun je dus ook gewoon heel leuk ophangen. Dan heb ik ook even rondgekeken bij de kleedjes en de pleetjes. Want ik vind bij kerst hoort ook echt dat gevoel van warmte. Dat gevoel van lekker huiselijk, thuis zijn. Ik denk dat heel veel mensen met kerst, misschien eerste kerstdag, tweede kerstdag, ook wel gewoon lekker thuis Home Alone gaan kijken. En dan wil je ook gewoon dat sfeertje van kerst in ieder geval proeven. Dus ik dacht, misschien vind ik een kleedje met een lekker glittertje. Nou, dat vond ik niet. Maar ik vond wel deze faux fur mat. Dit vind ik eigenlijk iets. Dit is iets wat ik ook eigenlijk gewoon jaarlijks haal, joh. Echt. En dan uiteindelijk dan wordt hij weer vies. Dan probeer ik hem te wassen. Dan lijkt het op een schaap. En dan doe ik hem weer weg en dan haal ik het volgende jaar gewoon weer een nieuwe. Dus ja, eigenlijk ook zoiets waar je gewoon het hele jaar door van kunt profiteren. Maar wat me nu wel leuk leek binnen deze video, want ja, bij decoratie moet je natuurlijk ook denken aan de vloer en niet alleen aan alles wat je in je boom kan hangen. En deze was €11,95. Volgens mij is dit ook echt wel een goede kwaliteit. Voelt in ieder geval echt heerlijk aan. Nou, als je dan aan het decoreren bent, dan wil je natuurlijk ook dat je tafel mooi gedecoreerd is. En ik zat toch bij mezelf te denken, misschien is het zelfs wel leuk om daar een hele video over te maken. Dus laat het vooral weten in de comments.
Trouwens, mocht jij benieuwd zijn naar een video van hoe je je tafel echt helemaal kerstproof kan maken en hoe je een mooie table setting kunt doen. In ieder geval heb ik deze ster alvast meegenomen. Want dit vind ik wel echt iets wat je gewoon heel mooi neer kunt zetten. En waar je zowel kaarsjes op kunt zetten als bijvoorbeeld iets lekkers als je vrienden langs krijgt of familie. En deze was €2,48. Nou, wat ook echt een beetje bij die mooie tafelsetting hoort, is natuurlijk een mooie kandelaar of twee mooie kandelaars. Kandelaren? Kandelaars. Wauw. Geen idee. Ik denk kandelaar. In ieder geval één kandelaar en nog een kandelaar. Hier kan dus gewoon een normale kaars in. Twee normale kaarsen. En ja, dit kan natuurlijk ook het hele jaar door leuk zijn. Maar met de kerst wel extra leuk. Hier waren ook verschillende soorten van. Maar ik ging voor deze, omdat die toch wel de meest luxe uitstraling hadden. En deze waren €6,95 per stuk. Dan even iets heel anders. Ik heb natuurlijk nu vooral wat dingetjes laten zien waarmee je in één keer klaar bent. Die zet je ergens neer, die hang je op in je boom en hoppa. Maar als je echt creatief aan de slag wilt gaan en je huis nog meer van een kerstsfeer wilt voorzien, dan kun je ook deze zilver glitterspray halen. Ik dacht, dat is misschien wel leuk om wat dingetjes nog net iets meer die Christmas touch te geven. Dus ja, ik denk dat je hier bijvoorbeeld takjes een hele mooie zilveren glitter kunt geven. En deze is €2,79. Nou, wat ook natuurlijk altijd het versieren waard is, zijn je kerstcadeautjes. Dus ik heb ook dit setje meegenomen waarin echt alles zit dat je nodig hebt om je kerstcadeaus mooi af te maken. Dus er zitten van die naamkaartjes bij, lint en ook nog belletjes. En dit is maar €0,99. Dus dat vind ik echt super chill. Nou, bij kerst horen natuurlijk ook lichtjes. En ik heb al wat lichtjes in mijn boom hangen. Ik heb ook heel veel van die, ja, hoe zeg je dat? Van die lichtslingers. Ik zag ze ook in lantaarns. Ik zag ze in van die glazen bolletjes. Echt, die ledlichtjes, die doen het overal gewoon goed. Die kan je denk ik serieus nog in je haar hangen. En dan is het gewoon gezellig. Ja, dat zou nog extra gezellig zijn. Dat gaan we niet doen vandaag. Maar ik heb wel in ieder geval wat lichtjes meegenomen. En dit zijn dan weer van die lichtjes die ook gewoon echt door het hele jaar helemaal leuk blijven. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Dit is een lichtslinger van Jute Touw. En ik zal hem er gewoon even uithalen. Want dan kun je hem nog net iets beter kijken. Ja, ik vind dit echt super leuk. Dat touw geeft het ook echt een beetje een boho vibe. En ik vind dat dat ook wel echt heel veel sfeer geeft. Dus ja, echt gewoon sfeerverlichting alom. Ik ga hem even aanzetten. Dan kunnen we die sfeer ook echt gaan proeven. Oké, zet een batterij in. Let op. Jongens, ik word echt altijd zo blij als een kind wanneer er lampjes aangaan. Er zit eigenlijk in elk lampje meerdere van die ledlichtjes. Oh, dit is toch helemaal leuk. En deze was €5,95. Vind ik eigenlijk echt heel goedkoop als ik erover nadenk. Je moet er wel zelf batterijen bij kopen, maar oké, dat heb je er wel voor over, denk ik. Dan nog meer sfeerverlichting of eigenlijk sfeerkaarsjes. Ja, jullie weten dat ik kan echt niet genoeg krijgen van kaarsen. En ze kunnen wat mij betreft niet te bont maken, letterlijk en figuurlijk. Deze heeft een imitatiebontje, ofwel een faux furtje, om de kaars heen. Vind ik er echt super leuk uitzien. En het heet dan ook echt vuur, 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 vuur. Wat een goede woordspeling eigenlijk. Vuur en fur makes fur. Lekker. Een beetje naar rozengeur. En maneschijn. Dit kan trouwens ook nog een heel leuk kerstcadeautje zijn, bedenk ik me nu. En deze was €3,99. Oké, volgens mij ben ik echt een fan van dat faux fur. Want ik heb hier dus nog een faux fur kerstboom. Ja, wie bedenkt het ook? Zoals ik al zeg, ze kunnen het mij niet te bont maken. Ook dit is weer zoiets wat je leuk op de tafel neer kan zetten als je dus die mooie table setting doet. En ja, voeg gewoon eigenlijk nog net iets meer kerst toe aan huis. En deze was €1,99. Nou, dan sluit ik ook weer af met kerstballen, maar allereerst nog eventjes deze leuke hangers. Dit zijn namelijk strikjes, kun je ook gewoon leuk in de boom hangen en die zijn €0,99 per setje. En deze kerstballen of eigenlijk kersthartjes, daar kon ik dus ook niet genoeg van krijgen. Ik heb meteen twee sets gehaald. Dit zijn namelijk hartjes, ook weer helemaal in de kleuren van mijn kerstboom. Die zijn €2,19 per set en weet je wat, ik ga ze ook gewoon meteen ophangen. Ja toch, hartverwarmend dit. Jongens. Kijk, oh. Die kerstballen worden ook zo mooi gemaakt, hè? Vinden jullie niet? Ik hang hem gewoon hier pal in het midden. Waarschijnlijk pal achter mijn hoofd als ik hier straks weer ga zitten. Maar hij hangt er mooi bij, toch? Hij past helemaal. Ik kan ook nog even zo'n kerstbal ophangen. Gewoon puur ter demonstratie. Kijk. Tadaa!
Ik vind het echt leuk. Nou, ik ga die kerstboom straks nog even helemaal afmaken. Maar voor nu wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie dit heel leuk vonden. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie je kerstboom het liefst versieren. En of je daarnaast ook nog andere decoratie in huis haalt. Ga je er echt helemaal voor met hier lichtjes, daar lampjes, slingertjes, kersttaferelen. Of hou je het eigenlijk redelijk simpel. In ieder geval hoop ik dat je met deze video wat inspiratie hebt opgedaan van hoe je ook met gewoon een extra bontje of ja, een extra bont kerstboompje of een extra kaarsje, een extra kandelaartje je huis toch net wat meer sfeer kunt geven. Als je dit een leuke video vond, vergeet dan niet om je duimpje omhoog te doen en natuurlijk een leuke reactie achter te laten. Vergeet ook niet om even te abonneren op dit kanaal en ook op mijn kanaal. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk weer tot snel. Doeg!